We praten nog even verder met Stefan van Sprang van Aan de Poel in Amstelveen. Stefan, vertel eens over je restaurant. Wat voor soort restaurant is het? Bovenal is het gezellig, menselijk. Heb je met lekkere producten werken, mooie smaken, mooie kleuren en enthousiast personeel. Ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is. Stefan, Aan de Poel, dat suggereert een beetje dat jullie aan het water zitten. Waar zitten jullie precies? Dat klopt. We zitten dus aan het water. Aan de overkant is het Amsterdamse bos. Kijk je op uit. Prachtig uitzicht. Panoramische, fabelachtige dingen. Soms schilderijtjes. En daar zijn we ook voor beloond. We zijn ongeveer, 2010, 2011 terras van het jaar geworden. En daar word je natuurlijk ook enorm trots van. Ik bedoel, als je in de zomer op het terras kunt zitten met een prachtige ondergaande zon. En dan deze gerechten erbij. En die gezelligheid, wat je erbij kan bedenken, dan is het helemaal voor elkaar. Dan wil je niet meer weg. Dan wil je niet meer weg, nee. Nou ja, qua locatie zitten we dus net buiten Amsterdam. En voor lunch is het ook fantastisch, makkelijk te parkeren. We doen aan velvet parking. Gooi lekker de auto voor de deur, kom binnen. En dat was waar we ook ons op richten. Ontvangst is erg belangrijk. Dus enthousiast ontvangen worden, mensen aan tafel zetten. En zo beginnen. En dan heb je een heerlijke middag of een heerlijke avond. Heerlijke middag of avond, ja zeker. En hoe lang zijn jullie al bezig? Vorige week 4 jaar. Een klein feestje gehad. En 2007 dus begon in september. Het mooiste was dat we eigenlijk gelijk een jaar later een ster kregen. Wat vrij uniek was natuurlijk ook in Nederland. En daar zijn we op. Daar zijn we op aan het voorbeduren natuurlijk met onze gerechten. Ja, is dat dan een stuk fantastisch, zo'n ster, maar ja. Het kan ook een soort last zijn. We zijn nog maar een jaar bezig. En ja, dat klopt ook wel, maar uiteindelijk kwamen wij natuurlijk uit een heel mooi nest van 2 sterren, met Egon ook natuurlijk. En qua compagnon is Robert Veuger, hij is eigenlijk de sommelier en ik ben de kok. En ik heb Egon meegevraagd voor als keukenchef. En het nest was goed. Dus we gingen beginnen aan een restaurant en als je dan natuurlijk dat schouderklopje krijgt van de Michelin, ja, dan ga je natuurlijk ook een beetje zweven, zou ik ook zeggen. Ja. Nou, gelijk weer met de benen op de grond en prachtige gerechten maken en dat is een van de belangrijke dingen. Ja, pure gerechten hoor ik je zeggen. Dat betekent gerechten uit de buurt bij jullie? Niet zozeer dat. Wij zijn ook wel vanuit de basis best wel klassiek. Ja, we houden van klassieke smaken, dat zie je net ook met een stukje rogvleugel of een stukje tongfilet. Maar daaromheen de leuke dingen maken. Je ziet het ook weer, de kalfsucade. Maar daaromheen wat smaken bijzoeken, waardoor het anders dan anders wordt. Dat is belangrijk. Ja, als klanten, als mensen bij jullie zijn geweest, hebben lekker gegeten, met wat voor gevoel hoop je dan dat ze naar huis gaan? Bovenal echt gezelligheid. Wij zeggen al, ja, het is een beetje ondergeschikt aan de keuken, maar ik zeg altijd mazzel dat het eten lekker is. Het gaat ook om een beleving. Ja, een beleving is het belangrijkste van Aan de Poel. Geen stijf gedoe, losse bediening, losse mensen. Er wordt wel eens gezegd dat het amicaal is, maar ik denk dat het een succesformule is. En als je dan een prachtige gerechten van het seizoen, als je die op je bord krijgt en je krijgt in combinatie wijn-spijs een prachtig glaasje wijn. En, ik denk dat de mensen dan blij de deur uitgaan. En dan heb je het Aan de Poel gevoel? Dan heb je zeker het Aan de Poel gevoel. Ja, dat is echt het belangrijkste. Ja. Stefan, dankjewel. Graag gedaan.